Naast de smalspoorlijn exploiteerde de NBM ook de normaalsporige tramlijn Utrecht-Zeist. In de winter van 1941-42 wordt druk gebruik gemaakt van de tram. Onder de passagiers bevindt zich een aantal Duitse militairen. Niet iedereen heeft een plaats in de tram kunnen bemachtigen. Zowel reizigers als ongenode gasten hangen in trossen aan de balkons. Vanwege de drukte rijden er twee trams achter elkaar. Het voorste tramstel voert het bord voortram. Wegens de oorlogsomstandigheden zijn de koplampen verduisterd en de treeplanken wit geschilderd. Op het Vreeburg is het een drukte van belang. In de Witte Vrouwenstraat moet een hoogbeladen vrachtauto wachten totdat alle passagiers zijn ingestapt. Een trein met materieel van de Weermacht bij de spoorwegovergang in de Biltstraat. Het is bezettingstijd. Ook de aanwijzing Strassenbahn in Gegenverkeer getuigt daarvan. Buiten de bebouwde kom van Utrecht kan de Siemens-controller in de hoogste rijstand geschakeld worden. Door het gebrek aan brandstoffen heeft de tram bijna het alleenrecht. De schaarse auto's en bussen die nog rijden zijn provisorisch op gas omgebouwd. De lantaarnpalen bij Beerschoten zijn wegens de verduistering wit geschilderd. De tramlijn is op de enkelsporige trajectdelen met lichtsignalen beveiligd. Vanwege de nabijheid van het KNMI, dat met haar gevoelige instrumenten bang was voor zwerfstromen, was de bovenleiding hier dubbelpolig uitgevoerd. Dit vonkte nogal en kon de aandacht trekken van de Royal Air Force. Op last van de Duitsers moesten daarom de rails voor retourstroom gebruikt worden. Vandaar dat de min-trolleystang er loods bij bungelt. Na het passeren van de Nederlands hervormde kerk komen we bij het Rond in Zeist. Vanaf het Rond tot station Zeist rijden we op een gezamenlijke baan met de smalspoortram uit Rhenen. Op het vierredige traject in de slotlaan passeren we een smalsporig tramstel. Om het vonken te verminderen zijn beide stroomafnemers op. We zijn er. Aan het eind van het gecombineerde dubbelspoor bevinden zich het spoor- en tramstation. Daar zijn ook de remise en werkplaats. Als de laatste Weermachtmilitairen zijn uitgestapt, kan de tram versierd worden. Hoera, de moffen zijn verdwenen. De NBM rijdt weer tot Rhenen. De trams dragen nog de sporen van de oorlog. Nieuw glas is er nog niet.
toch kan dat de vrolijke stemming in de bevrijdingszomer niet drukken. Niet alleen in de smalspoortram, ook in de normaalspoortram is het buitengewoon druk. Met een duw en een knietje wordt extra ruimte gecreëerd. Alles wat rijden kan, wordt gebruikt. Ook van de open aanhangrijtuigen 28 en 29 wordt in de zomer van 1945 dankbaar gebruik gemaakt. In Zeist rangeert de vierkante elektrische locomotief 50. Deze lok is, net als de 49 die we in Rhenen zagen, gebouwd met delen van een Bakker en Ruup stoomlocomotief. Als motorwagen 76 uit de richting Rhenen aankomt, zien we dat de achterste stroomafnemer verdwenen is. Hiermee zijn in 1946 bij de normaalsporige trams de trolleystangen vervangen. Uit Amersfoort komt de 72 met twee werkspoorrijtuigen aan. Op het emplacement in Zeist vinden we een vreemde eend in de bijt. Een stoomtramrijtuig dat later als bijwagen bij de elektrische tram Vlissingen-Middelburg dienst deed. De Stichting Tramarchief had dit interessante rijtuig verworven voor de opbouw van een historische collectie. De beide voorzitters Reeskamp en Voerman inspecteren de aanwinst. Helaas was de tijd nog niet rijp voor het bewaren van dit historische trammaterieel. In maart 1949 werd het rijtuig nog gebruikt bij een rit voor liefhebbers, maar later is het toch gesloopt. Ook ander materieel, dat in en kort na de oorlog nog zo welkom was, staat klaar voor de sloop. Na opheffing van de tramdienst worden er voor een deel van het materieel nog kopers gevonden. De motorwagens 17 en 20 zijn opgeladen voor vervoer naar Duitsland. De Rotterdamse Tramwegmaatschappij nam smalspoormaterieel over voor inzet in haar stoom- en dieseltrams. De aanwinsten passeren het Rotterdamse Maastunnelplein op weg naar de werkplaats.